kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is Henky. En vandaag speel ik er weer hoor. Ik speel weer Minecraft. En ik heb zo'n leuk ideetje om te gaan bouwen. En ik dacht eraan van... Hé, hey, waar is mijn arm? Wat? Hallo? Waar is mijn arm? Help! Mijn arm! Ah! Nou, we doen dus het zonder arm vandaag in deze aflevering. Moet je zien, mijn arm is gewoon weg. Wat is het nou? Is dit een nieuwe look of zo? Hé, hey, ik ben Henky. En ik heb geen arm. Welkom bij deze episode. Ik dacht, vandaag, we gaan deze stad, ze heeft nu, we krijgen een grote kathedraal, krijgt hij. Die is nog lang niet af trouwens, moet je zien. Wat hoor ik nou? Wat zijn... Hè? Wat is dit nou? Oh, sorry, wat is dit? Waar gaat dit heen? Nou, het zal wel denk ik, ik weet het eigenlijk helemaal niet. Maar wat ik wilde zeggen, er komt hier dus een grote kathedraal, die is gaande hier al... Kijk hoe prachtig. Ah, en dan hebben we hier nog grote dorpen. Het is een stuk groter geworden in de tussentijd, weet je. De laatste keer sinds deze brug gemaakt. Dus er is veel meer toegevoegd hier. Dus ik dacht, weet je wat er nou ook moet komen? Er moet nog een politiebureau komen. Dus dat was er helemaal nog niet. Dus ik dacht, laat ik nou gewoon eens een goede burger zijn. En laat ik een politiebureau maken. Dus het eerste wat wij moeten doen, hier al, als Henky zijnde... is een pad aanleggen. Want ja, er is helemaal geen pad. Er is hier helemaal niks. Hé! Hey! Oh, wat gebeurt er nou? De video is op pauze. Oké, ik moet nu praten, denk ik. Kijkers, ik wilde hier graag een pad aanleggen. Maar toen keek ik het terug en toen zag ik dat het heel lang in zijn was. Dus vandaar dat ik het maar versneld heb voor jullie. Jotem, abonneer eventjes op mij. Henky Jotem. Ah! Oh, het is nog niet klaar. Abonneer. Hi. Ik zat vroeger in een bataljon, spelaton, en het was erg cool. Oké, okay. Jotem! Hier, zo, pin! Duidelijker maken. En dan kijk eens, dan gaan we gewoon weer voor de politie werken. Hoe cool is dat? Ah, Jotem zeg. Ah, ik kan niet wachten. Maar hier had ik nog steeds geen arm heb, maar dat maakt niet uit. Dus wat we willen bouwen, we willen een cool politiebureau bouwen. Nou, dat willen we sowieso van, oh, van deze blokken hier gaan doen. Ah, Jotem! Wat cool zeg! Die blokken, die. Alle blokken eigenlijk een beetje hebben in de fence. Zo. Cool man. Jotem. Hoe gaan we dit doen? We willen een deur hebben, maar het moet geen deur zijn. We willen eerst een soort ingang hebben, weet je? Dat je een soort. Met een shooting range idee krijgt. Zodat we eigenlijk willen creëren is, denk ik, een soort. Cool. Wat wordt dat cool zeg? Ja. En dan wordt dat het ver doorloopt zo. En dan. Hier omhoog. Nee. Zo. Zo omhoog. En zo dan. En zo. En ah, dit wordt zo cool, jongens. Ik heb zoveel leuke ideeën voor dit. Dat gaan we helemaal in elkaar monteren. Ah, wat heb ik daar veel zin in. Zeg om dit in elkaar te gaan monteren. Zo. Ah, oh, dat is ook wel cool, hoor, dit zo. Ik denk dat dat zelfs cooler is. Ja. Ja. Zo. Kijk, en dan ventje eronder. Hij is af. Dan niet af. Maar hij wordt wel heel cool. Kijk eens, dus ik ga een beetje progressie maken. En dan zie ik jullie zo meteen weer. Jotem! Oké, kijk eens. Ik heb een beetje de dingen ingericht hoe ik het wil hebben. Kijk, ik wil een soort van... Dat je hier... Want de politie in deze tijd... Die had natuurlijk alleen maar een boog. En een kruisboog en zo. Dus hoe ik het wil doen is dat je hier een soort van binnenkomt zo. Heb je hier een klein huisje met een klein torentje. Dat dit het torentje wordt, dit het huisje. En dan hier een soort shooting range en wat armor stands. Een soort van guardhouse, weet je. Waar die guards kunnen zijn in plaats van echt politie. Maar het moet wel een beetje als de politie aanvoelen, weet je. Dus dan worden dit een soort hekjes. Maar je kan er niet doorheen kijken. Het wordt een soort muurtje. En dan hier het huisje die er dan wel uitsteekt. Zo heel mooi met het torentje erbij. Nou, Jotem, dat wordt super cool. Dus wat ik als doel wil gaan doen ongeveer hier bij het hekje. We kunnen wel een beetje een klein, zoals ik het wil zeggen, design maken. Want vroeger toen ik nog in de bataljonspatrouille werkte. Toen was het allemaal anders natuurlijk. Toen ik ook bij mijn guardhuis sta. Toen heb je, dan moesten we op trainingen met mijn bataljon. En toen moest ik het peloton aansluiten. Ah, dat was allemaal zo cool, Jotem. Ik kan niet wachten om dat weer te gaan doen. Dus hoe ik dit nu allemaal ga doen hier al, is denk ik een soort design maken voor het muurtje. Ik wil een beetje houterig houden, want het moet natuurlijk wel houterig blijven. Dus dan mis ik toch het glas eventjes nu. En mijn slabs. Dan toch die wel. En dan even voor het glas wil ik gewoon die hebben. Oké, Jotem! Het glas heb ik nog niet weggehaald, maar dat maakt niet uit. Dan willen we als muurtje een beetje dit soort ideeën gaan creëren, weet je.
Zo, en dan... ja, hoe doe je dat? Zo. Oh, dat is, nou, is dat leuk? Is dat leuk om het een beetje zo te doen? Want ik wil geen... Kijk, dat wordt te huiserig. Ah! Oké, laat me even een ideetje bedenken en ben ik zo terug. Oké, kijk eens. Ik heb een soort van ideetje uitgewerkt hier. Het heeft wel betekend dat het een dubbele muur wordt. Maar dat maakt niet uit, want dan kan ik de binnenkant weer anders doen. Deze is nog lang niet af nu, de binnenkant. Maar als ik dit helemaal de buitenkant om doe... Ik denk dat ik dan wel wat echt heel cools kan creëren. En dan doen we het... Kijk, het gaat naar beneden hier. Het zou worden tekenen dat het hier dan weer heel mooi omhoog zou gaan. Zo. Oh, optie daisy. Zo, zo, zo. Oh, zo, zo. En dan daar. Oh, daar eentje. Dan daar zo. En dan kijk, dan doen we gewoon weer een mooie muurtje tussenin. Waarvan die zo gaat zijn. En die zo gaat zijn. En dan hier, kijk, omdat dit kon niet. Kijk, dan krijg je dit stomme zo. Dat gaat niet. Dat gaat... Oh. Dat kan op zich ook wel mooi werken. Maar nee, dat doen we niet. We doen het zoals ik hier had gaan. Dus de tegenin, de tegenin. De tegenin, de tegenin. De tegenin, de tegenin. De tegenin, de tegenin. En dan krijg je een soort, zie je? Patroonmuurtje. Dat is ook cool. En die kan ik ook nog mooie details. Kijk, nu is het helemaal niet mooi. Maar zodra ik hier details in ga gooien. Ah, jotsum, dat gaat mooi worden. Dus, kijk, nu krijgen we al een beetje bijna hetzelfde effect, zie je? Alleen nog button hier, button daar. Beam. Beam, 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 beam. En dan zo, 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 zo. En dan hebben we ongeveer hetzelfde effect. Hoe cool is dat dan? Ik bedoel, dit is toch cool? Oh, zo. Zo, en dan gooien we het ook nog mooi dicht hier. Nou, kijk eens. Hebben we dan toch niet eens iets cools gecreëerd zo? Creëer je toch een cool muurtje? Nou, doen we nog voor de coolheid. Twee vensters hier zo. En dan nog... Ja, dat is moeilijk. Oh, daar weet ik al iets op. Kijk. Dat is wel wat leuk om te gebruiken. Een item frame. Want kijk, die kan je aan twee kanten zo gooien. En als je er dan nog een mooie... Nee, dat is niet mooi. Wacht, misschien... Oh, dat kan wel mooi zijn eigenlijk. Zo. Nee, dat is te raar. Dit is veel te raar. Dit moet een... zo, dit moet dit worden. En dan kan die worden. Nou, dat is toch mooi? Dat is toch jotum dit? Dat is toch cool? En dan gaan we dat helemaal rondom doen hier ook. En dan creëren we een soort binnenplaatje. Dat gaan we gelijk doen. Jotum. Oh, jotum. Oké, kijk eens. Ik heb weer wat progressie gemaakt. Ik ga dit zo veranderen naar die. En dan die veranderen naar die. Kijk dan. Hij heeft de hele muur eromheen al. Dat is toch cool. En dan het huisje hier. Dat is nog leeg natuurlijk. Maar ik ben gewoon twee muren vergeten hier. Oh, kijk eens. Tot zo. Ik ben vergeten. Ah, kijk eens toch. Moet je zien. Het is nu wel of ik het deze kant ook afgemaakt. En ik heb wat laatste details toegevoegd aan de muren. Maar moet je zien. Het is nu echt gewoon een muur. Dus nu als je binnenkomt. Het is van binnen is het nog niet af hoor. Maar kijk. Zie je, dit is wat ik bedoelde. Een soort pleintje. De vloer is helemaal niet gelijk. Dat hoort. Dat is mooi. En dan willen wij hier een huisje hebben. Met een deurtje zo. Dus we gaan eerst even de binnenkant van de muren fixen. En daarna doen we het huis. Oké. Okay? Jot, daar gaan we. Nou, kijkers, ik heb hier een kleine speed build voor jullie gemaakt. Ik denk, ik spoel het even lekker snel door, want dan kunnen jullie gewoon ook op een bepaalde manier zien hoe ik iets compleet maak, weet je. Anders zie je alleen maar dat ik uitleg en dan knip ik weer en dan ben ik weer weg. Maar ik dacht, ik kan nu ook mooi de gelegenheid pakken om even wat te zeggen tegen jullie. Ik bedoel, het is al zo lang geleden dat ik daadwerkelijk wat echt tegen jullie gezegd heb. In ieder geval... Echt, dank jullie wel voor de mensen die nog steeds kijken. Ik bedoel, ik ben een hele lange tijd weg geweest. En eigenlijk verdien ik het als Henkie zijn ook helemaal niet gewoon. Om nou dat jullie naar mijn video's kijken. Omdat ik gewoon veel te lang weg ben geweest. Maar ik dacht, het is wel weer leuk als ik binnenkort ook in het echt weer auto's ga monteren, weet je. Misschien Frederik erbij halen. Misschien Roy erbij halen. En wat leuke avonturen hebben. Want het was altijd wel superleuk, weet je. Al die leuke avonturen. Dus het is zonde om dat nu niet meer te gaan doen. Dus ik dacht, weet je. Binnenkort komen er gewoon weer leuke Jotun video's met Henkie. Net zoals deze. En ik hoop dat jullie dit ook leuk vinden. En misschien zelfs samen met mij later gaan spelen op deze server. Als hij uitkomt. Dus ik hoop dat jullie het leuk vinden. En ja, dat was hem eigenlijk wel. Dank jullie wel voor... de video is nog niet klaar hoor. Ik neem maar een grapje. Maar dank jullie wel in ieder geval voor de mensen die echt nog kijken naar deze video's en zo van mij. En er komt nog veel meer leuks aan van mij, Henkie. Veel plezier nog met deze video. Ik vind het wel een leuke beeld geworden. En ik hoop dat jullie verder nog een jottem leuke dag hebben. Dank jullie wel en veel plezier nog met verder kijken van deze video. Ah, jottem, ik ga een beschuitkoekje halen. Ah, jottem, oké. Ik tak is hier af zo...
ben begonnen aan de toren. Het begint er goed uit te kijken van afstandje. Ja, dat ziet er wel leuk uit, joh. Dat je, kijk, hier kan je er dan niet normaal, maar dat je dan zo aankomt en denkt van, ah, wat is dit? En dan kom je hier binnen en heb je hier het bureau en dan kan je naar binnen zo en dan met een balietje en dan dus wapenkamer, weet ik veel wat. En dan kan je even met de kelder erbij. En hier heb je ook allemaal shooting ranges en zo. Dat is toch cool? Want kijk, we hebben wel eens eerder een shooting range gemaakt. Dat is helemaal hier, kijk. Kan ik wel laten zien. Tada! Wacht, dat nog geen tada. Hier trouwens. Tada! Kijk dan! Wacht, nu tada. Kijk, er staat hier ook schietbaan arena toolwinkel map. Nou, dit is de schietbaan dan. Dan kon je ook schieten hier. Dus als je dan een boog pakt, dan kan ik dat wel laten zien. Of een crossboog kan ook. Dan kon je zo. Dan kon je hem richten. En dan had je hem. En dan... Bim! En dan had je eraan geschoten. Nou, en als je dan je pijltje weer op wilde haken. Halen, poep. En dan... Bim! Ging hij weer uit. Dat is toch cool? Dat je dat gewoon zo kon doen. Als je dan, stel je zou nu denken van... Ah, ik heb mijn hele leven geoefend als spookschutter. En je woont in dit huisje hier. Oh, kijk, je hebt hier gewoon geleefd in dit huisje zo. En je hebt altijd mooi zicht erop gehad. En ah, je denkt van, weet je, ik wil me aanmelden bij de wacht. Ik wil ook nu gewoon... Oh, oeps. Ik wil nu ook standaard gewoon... Hey, laat maar. Ik wil nu ook standaard gewoon werken als een politieagent in het dorp. Zo, dan denk je van, nou, dan gaan we hierheen. Dan moet je helemaal dit stuk lopen. Want ja, het is toch best groot. Je kan niet echt een taxi huren in deze tijd. Dus moet je helemaal dit stuk lopen richting de kathedraal daarboven. Dat je denkt van, wauw, wat is het ver. En dan moet je doorlopen. En dan kom je hier ergens. Ja, dan hier omhoog. En dan moet je de trap omhoog volgen. En dan denk je van, waar ben ik eigenlijk? En dan kijk je hier even over het uitzicht. Zo, en dan zie je een stad daar. Wauw. Dan loop je door. En dan moet je nog een stukje doorlopen. En dan kom je uiteindelijk weer helemaal boven. En dan, nou, nu is het nog niet af. Maar dan is het net zoals beneden. Helemaal mooi af. En ik van, hé, ik zie daar de toren al. Of er staat hier een huis voor. Dat kan ook dat hier nog een huis komt. En dat je door moet lopen zo. En dan ben je hier al. En ik van, wauw, ik kan me aanmelden als politieagent. En dat ga ik ook doen. Ik word Henkie de politieagent weer hier al. Echt jot hem. Ah, maar we moeten het nu al gaan afbouwen. Anders komt er nooit wat van. Dus ik had hier als idee. Nou, het is weer heel leuk. Exact hetzelfde idee zo. Dus wat we eerst doen is ongeveer even zo. Het moet telkens in dezelfde stijl blijven. Dat is het mooie eraan. Zo dan maar. Ja, we doen het zo. Ik heb een idee. Dan doen we het zo. Dan doen we precies hetzelfde weer. Zo. Oh, wat is dit? Zo. 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 Oh, oeps. Zo. 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 En dan die weer hier. Die weer hier. Nou, dan hebben we toch wat leuks. En dan kan je zelfs nog dit puntje zo doen. Ja, het wordt zo een toren. Ik weet het zeker. We gaan zo een toren maken. Ja, kijk. Zo, zo, zo weer. Kijk, dat is niet zo wel als dat ze gewoon erop plaatsen, weet je. Maar dan moet je hem weer aansluiten. Kijk, dat kan je eerst heel makkelijk zo doen. Dat je hem helemaal mooi aangesloten hebt. En dan kan je de onderdetails, want hier zit een blok. Zie je, dat wil je nooit hebben, joh. Mooie afronding hebben, zo. Hetzelfde voor hier. Is ook zo groot. Als je nou zo doet en dan gewoon weer verlengt. Dan hier die en hier die. En je kan zelfs nog als einde... Nee, dat wordt te erg. Dus jou, je wilt zo houden dan. Nou, dat is toch leuk. En dan kan je hier nog een mini-mini soort ophogingje kan je bouwen. Nee, die moet van deze zijn. Kijk. Omdat je natuurlijk... Ja, zo. Zo, nou, weet je, ik maak het wel even af en dan ben ik zo weer terug. Jot hem! Oké, de toren is helemaal af en het huis begint nu al goed op te schieten hier. Kijk, hij krijgt al muren zo. Er moet er nog wat glas in. Nou, dan pakken we die glazen gewoon heel mooi. Doe hier, oh, oepsie. Doe hier, hier, hier. Dan doen we daar wat mooi. Ja, ik wil eigenlijk trapdoors hebben. Maar waar zijn die? Die zijn als het goed is hier. Kijk. Een trapdoor doen we hier. Hier, hier. En dan misschien een mooie... Nou, wat nou? Ik wil een beetje... Nou, dat zijn iets te veel banners. We moeten... Oh ja, kijk, dat is zo mooi. Zo. En dan nog die trapdoors hier. Zo, en dan laten we dat met een button heel erg rusten. Want we willen het niet te
Kijk, het is wel extreem overdreven druk, maar we willen het niet extreem overdreven super duper druk hebben. Zo. So, wie weet kunnen we dat... Nee, dat is te. Nee, dat is te. Nee, is het te? Wat zullen we doen? Dat is wel mooi. Nou, het is niet eens te. Het kan zelfs nog wel. Ja, dit kan nog gewoon. Dit is niet te, zie je? En dan, kunnen we die misschien vervangen? Oh, dat had heel leuk geweest. Dat had echt heel leuk geweest. Maar dan moeten we die wel weghalen. En daar wat anders doen. Daar wat science. Zo. Dan maakt het het wat voller. Zo. Kijk, dit kan wel. Dat is leuk. En dan misschien zelfs zo. Om het helemaal mooi op te vullen. Zo. Nou, kijk nou dan. Is toch prima. En dan willen we dit opvullen. En ik zat aan iets leuks te denken. Wat nou als ik het nou hier de deur maak. En dan dat je een soort van echt zo naar binnen moet. Zo. En dat je dan ook echt gelijk hier binnenkomt. En dan naar beneden gaat. Dus dit allemaal zo. Gaat dit weg? Wat, het zat wel heel hard met geluidjes. Zo. Allemaal weg. Hier houden. En dan... Dan hou je je binnen een stukje groter. Maar dat je wel hoog naar binnen moet. Dat lijkt me wel leuk. Want ik kan wel zo dat je in één keer naar binnen gaat. Wat is dit trouwens? Nee. Ik heb het verpest. Ik heb het verpest. Zo, als het goed is ging het zo. Maar ja, op zich kan dat wel. Ja, oké, dan doen we dat. En dan laten we het zo gaan dat je dit helemaal netjes hier binnen hebt. Komt nog wel een keer. Ik ga het interieur trouwens niet deze beeld doen hoor. Zoals wat hier binnenkomt en zo. Dat ga ik allemaal niet doen. Ik wil echt letterlijk de beeld hebben. En dan kan ik iemand. Dan kunnen we een keertje. Kan ik of iemand anders laat ik Max de binnenkant doen. Of dan komt er dan een keertje de binnenkant. Joh. Maar het gaat meer om het gebouw wat ik hier ga plaatsen. En dan kunnen we altijd nog, als jullie zeggen. Henkie, ik wil nog een episode van hoe jij het politiebureau afmaakt. Dan zou ik dat ook kunnen doen. Maar ik ga nu wel nog het huis afmaken. En dan kijken we nog wel even wat we doen. Maar wat ik sowieso ga doen dan is. De deur komt. Hier. Dus ik zou ook zeggen, daar komt de deur. Dus dan willen we zo, zo, zo. En dan door. Gewoon een ook door is altijd leuk. Ik wil niet te veel speciale deuren en zo te gebruiken. Dus zo, zo, dat is leuk. Zo, zo. Kijk, heb je een leuk soort ingangetje, zie je? Kijk, en dan kan je dat mooi aansluiten hierop en zo en zo. En vanaf hier kan je weer verder gaan, zo, zie je? Nou, is dat niet leuk? Is dat niet jottem? Heel veel hout. Eén soort hout. Dus dat betekent dat we sowieso... Oh, dat zag ik wel. Dat zag ik wel. Zo. Dat ik sowieso die banner wil een keer gaan gebruiken. Het is leuk, want ik wil een soort banner effect creëren. Puur om het feit dat het een politiestation is. En dat het een beetje officieel moet lijken. Zo misschien. Ik weet het niet. Het is lastig. Het is heel lastig. Misschien dat ik... Ja, daar komt zelfs een raampje. Dan heb je iets meer open ruimte. Dit is heel kaal. Maar dat is de binnenkant allemaal. Ik wil niet te veel van de binnenkant doen. Kijk, als in het is niet binnenkant van het huis. Maar het is binnenkant van de plek hier al. Zo. Dan doen we aan de andere kant doen we wel iets anders. Dan doen we namelijk aan deze kant. Dan doen we het zo. 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 En dan hebben we dit blok nodig. Zo. Dan doen we het zo. En dan kan hier glas komen. En dan dit wel dicht nu. Daarin tegen. Zo. Kijk, ja, dat kan ook gewoon. Maar dat is lelijk als je nou dit glas laat doen. Een soort banner of zo, weet je. En dan button. Ah, dat is wel mooi hoor, denk ik. Misschien dat ik hier zelfs nog een soort klein dingetje doe, weet je. En dan met een... Of een, hoe heet zo'n ding? Hoe heet het eigenlijk? Die staat hier, staat hier nu tussen. Wow, je kan ook Farmnet nu gewoon pakken en bouwen. Wat cool. Wat leuk dat dat ook nieuw is nu. Ah. En dan wil ik eigenlijk... Kijk, dit soort dingen kan je overal gaan plaatsen nu. Stonecutters en zo, weet je. Eigenlijk wilde doen. Waar staat die? Oh, die hoort hier dan, want die staat voet. Misschien tussen. Nou, die staat tussen... Oh, hier, kijk. Was nog niet. Die bedoelde ik. Ik zou zelfs dit kunnen doen, zo. En dan pakken we bijvoorbeeld carrots, weet je. De carrots is altijd leuk en die... Zo.
Nou, dat vind ik wel leuk. En dan met, waar staan die dingen? Die dingen. Doen we zo, zo, zo. Vullen we een beetje op. En dan nog met een hele mooie... Oeps! Zo, kijk. Nou, is dat niet leuk? Kunnen we altijd nog vullen als we willen. Maar dat is toch leuk? Geeft een beetje een leuk effect eraan, vind ik zelf. Maar dan willen we nog een bel. We willen een beetje overal gaan hangen. Zoals sowieso hieronder zo. Dan ben ik mijn bel weer kwijt. Een bel moet er hangen. Zo, kijk. Het is leuk. Hangt er dus een bel. Dan willen we een lanterns gaan we een beetje plaatsen hier en daar. En een soort uitsteeksel. Zo hier een lantern. We doen er al twee, joh. Maar ja, het is niet heel mooi, vind ik zelf. Altijd twee dingen als gaat zoals dat. Maar zelf een keuze is die. Daar een lantern. En daar een lantern. En dan misschien... Kan dat? Ah, nee. Even kijken hoe ik dat ga doen. Oh, dat kan wel. Oh, daaronder kan het. Misschien hier en daar. Een soort lantaarnpaaltje. Weet je, dat is ook wel cool altijd. Ja. Beetje onregelmatig, weet je. Zo. Misschien hieronder ook een beetje. Kijk. Dat is toch mooi? Nou, dan Slash Night. Kijk, dan kunnen we een beetje de plekjes verzinnen. Hier bijvoorbeeld nog. En hier kan hij nog eentje. Hier kan er nog eentje. Nou, dan is de buitenkant toch wel mooi verlicht zo. Of niet? Alleen de binnenkant niet, maar dan wil ik die bel hebben. Weet je, even kijken hoor. Het is mooi om daar een lantaarn te hebben, maar dan wil ik wel ook een bel. Ik vond de bel eigenlijk cooler. Nou, weet je, die bel... Die moet ook geluid kunnen worden. Zoals je kijkt. Zie je, hij moet gebruik kunnen worden. We wachten nog even met de bel. Het belidee komt nog wel. De binnenkant wordt nog anders. Hoor. De binnenkant is totaal niet klaar. Maar het gaat mij meer met deze beeld om de buitenkant eventjes. Ik zal zien, is hij niet helemaal goed verlicht. Maar dat maakt niet uit. Het moet niet overbelicht worden. Het moet nog wel een beetje... Ja, shading in zitten. Zoals elk gebouw hier heeft, weet je. Dit is te donker. Dat is helemaal te donker. Zie je, het moet nog wel hier donker, daar donker licht hebben. Dat het niet te veel... Een grote lichtbom wordt, weet je. Dat wil je totaal niet creëren. Maar ik denk dat hij dan af is zo. Voor nu. We hebben nu gewoon een omhulsel. Oh nee, wacht, kijk. Kijk. Zo. Dat moet wel licht hebben, anders was het iets te donker. We hebben een omhulseltje. Je kan hier naar binnen zo. Dus kijk, dit wat ik hiermee bedoel. Zo. Dat je een soort van... buiten kon kijken, weet je. Misschien als je mensen roepen dat je van, ah, ik wil aangifte doen, dit, dat. Oké, kom maar naar binnen. Weet ik veel wat, weet je hoe we dat kunnen doen. Dat kan allemaal echt heel leuk worden, joh. Dat komt nog allemaal wel. En comment maar, ik weet niet of jullie het afgekeken hebben. Willen jullie dat ik dit zelf helemaal af ga maken van binnen in de volgende episode? Of maakt het jullie niet zoveel uit, weet je. Comment maar niks als het je niet zoveel uitmaakt. En comment maar wel als je wil dat ik het helemaal zelf af ga maken. Wat ik ook heel cool vind overigens, hoor. Als ik het helemaal zelf af zou gaan maken. Dat zou ik ook leuk vinden om te doen. Maar dat maakt mij niet uit. Ik ga het sowieso trouwens zelf afmaken. Dat weet ik 100% zeker. Maar of ik het met veel mensen verder ga afmaken. Of ik het niet veel mensen verder ga afmaken. Zo. Dat is helemaal aan jullie. Aan de kijkers. Dus comment maar. Wat jullie ervan vinden. Van het huis. Of jullie willen dat ik het zelf helemaal camera ga doen. De binnenkant. Of dat jullie het niet uitmaakt. Oké. Dan is hij af voor nu. Dank jullie wel voor het kijken. Ik hoop dat jullie het mooi vonden. Ik heb mijn arm is inmiddels terug. Dat is goed gegaan. Het is een soort ja, politiebureautje wat het uiteindelijk gaat worden. Cool, hè? Ik vind het wel leuk. Dus dit is nog lang niet af, want dat klopt hier nou van. Dat ga ik nog wel afdoen, hoor. Want voor nu eventjes, dan ben ik zelf ook satisfied. Als ik het zo. Nou, is toch leuk? Een beetje affig maken zo. En dan kan niet anders dan dit zo. En dan daar nog een ding is. Of dan kan ik wel een bel doen. Zie je, kijk. Nu klopt het iets meer. Want dat binnenkantje, dat was gewoon een beetje raar zo. Nou, de binnenkant is nog helemaal niet af. Maar dat maakt niet uit. Dank jullie wel voor het kijken, kijkers. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik hoop dat jullie de beeld mooi vinden. Hij is nog lang niet af van binnen. Maar dat maakt niet uit. Tot de volgende keer. Doe de groetjes thuis. En ik hoop dat jullie een keer spontuurder leuk vonden. En ik... Ah, jotten, wat heb ik te veel zin in om dit af te maken. Doei, doei, kijkers. Doei.